Wordt het verdubbelen of zelf houden? We gaan het zien. Of jullie houden deze munt. Of jullie verdubbelen het en geven het aan de volgende. Verdubbel maar. We gaan verdubbelen, ja. Of jullie mogen deze twee munten houden. Of jullie mogen het verdubbelen en dan gaat het naar de volgende. Ja, we willen niet heel gierig zijn, maar... Ja, dat is een moeilijke vraag. Doe maar verdubbelen, we hebben genoeg. Ze hebben genoeg, het wordt verdubbeld. Of jullie krijgen deze vier munten. Of jullie zeggen verdubbel het maar en dan ga ik naar de volgende. Maar wat vraag je dan? Wil je deze vier munten houden? Ja. Of je zegt ik krijg nog vier munten van de productie en dan ga ik naar de volgende met acht munten. Doe dat maar. Verdubbelen? Ja, iemand die nodig heeft. Ik vind dat heel coulant van jullie heren, dank jullie wel. Ik heb hier acht munten. Ja. Of jullie krijgen deze acht munten. Of jullie zeggen verdubbel de acht munten maar en dan ga ik naar de volgende. Nee, ik wil ze. Ja, nee, maar je moet niet zo getig doen. Nee, wij gaan het wel nemen. Even kijken, jij zegt verdubbelen. Ja, nou ja, ik ben waar. Ik ben een skeerde student en ik heb die ook elke keer. Ja, ik zeg gewoon verdubbelen hoor. Ja, het is 2-2 meiden. Zet jezelf op 1. 2 pp. Een groot biertje. Ik moet maar met de groep mee, want in mijn eentje heb ik geen... Jouw goede karma komt nog wel. En meiden, deze zijn voor jullie. Dankjewel. Te danken aan mede aan deze heren.